is altijd spannend als je een diepe bal aan je aanvaller moet sturen. Maar ik weet dat Amin heel snel is. Dus ja, ik had gewoon heel veel vertrouwen in zijn snelheid en in zijn kwaliteit. Maar ja, voor een middenvelder als ik, is het altijd belangrijk als je dit gevoel kan krijgen van een assist. Dus ik was heel blij. Ja, mooie wedstrijd. Geeft zo'n wedstrijd ook, zorgt het ook voor veel vertrouwen? Jawel. Maar ik denk dat sinds het begin van het seizoen, sinds de voorbereiding al, we voelen dat we kunnen echt iets heel goed doen met deze club, met deze groep en ook de staf. Dus we zijn niet verrast van de overwinning, maar we weten dat we moeten een paar punten verbeteren. Maar we zijn nog in het begin van de competitie, dus ik denk dat het snel perfect komt. We kenden Enes Tahiri in de Eredivisie van RKC Waalwijk, waar hij vanaf 2018 drie seizoenen een sterke indruk achterliet. Na een kort avontuur in Roemenië maakte hij afgelopen winter de overstap naar Friesland. Heb je lang tijd ook nodig gehad om te wennen, of was je gelijk wel... Nee. Ik ben me thuis direct hier gevoeld, dus het was gewoon prima. Ook de boys in de kleedkamer en op het veld hebben me direct... Zoals een van hun genomen. Dus het was gewoon heel snel en ook prima. En zoals ik heb het gezegd 6 maanden geleden, Nederlanders zijn wel heel lief. En dat heb ik ook kunnen terug aan hun gegeven. Dus ja, het was perfect. Is er wel veel veranderd sindsdien? Ik denk dat nu de publiek ze kunnen me iets beter nu. Ze zien welke type spelers ben ik. Momenteel gaat het goed. Ook vorig seizoen hebben we de play-offs gehaald. Na denk ik 3 of 4 jaar dat de RVN niet de play-offs had gehaald. Het is gewoon positief. Wat is jouw rol in deze groep? Ik ben gewoon iemand die echt rustig is. Er zijn een paar leuke jongen in de kleedkamer, dus ik laat aan hun de mopjes te doen en ik lach gewoon. Dus ik ben gewoon de man die altijd lacht in de groep. Maar gewoon sociaal. Ken je met iedereen? Jawel. Ik denk dat ik een hele sociale jongen, een hele rustige jongen ben. Maar ik kan ook een beetje boos worden en dat hebben jullie denk ik tegen Vitesse ook gezien. Maar als het tegen een tegenstander is, is geen probleem. Tahiri wordt in 1995 geboren in de Belgische hoofdstad Brussel en groeit op met de bal. Dat de middenvelder veel techniek beheerst is al op jonge leeftijd duidelijk. Ik was altijd een beetje de talent van de ploeg waar ik heb gevoetbald. Ik ben begonnen heel jong bij Anderlecht tot mijn 14. Daarna ben ik bij de Academie van Liers gegaan. En toen Liers was best nog grote ploeg in België. Ze stonden nog in Eredivisie. Dan heb ik daar mijn debuut in betaald voetbal gedaan. Daarna ben ik naar Nederland gekomen met RKC. 3 jaar daar gevoetbald. Daarna naar Cluj, CFR Cluj. En nu bij Reven. Is Nederlands ook je moedertaal altijd al geweest? Nee. Ik denk dat 4 of 3 jaar geleden, ik kon bijna niks zeggen in Nederlands. Door RKC en doordat ik nu alleen met Nederlanders praat, in de kleedkamer of ook buiten. Ik denk dat mijn Nederlands wel iets beter geworden. En in Brussel zeggen ze dat in Brussel is 50-50 qua Frans en Nederlands, maar iedereen praat gewoon Frans in België. In Brussel, sorry. Zou je ook weer graag teruggaan naar België om te gaan voetballen uiteindelijk? Of? Misschien op een dag, maar momenteel ik voel me echt goed in Nederland. Zeker hier ook in Ereveen. En ik heb altijd gezegd, dat qua voetbal voel ik me meer thuis in Nederland dan in België. Enes is voor het voetbal dus liever in Nederland. En daardoor wat verder weg van zijn familie. Die ontzettend belangrijk voor hem zijn. Mijn pa en mijn broertjes komen vaak. Mijn ma kijkt dat vaak op tv thuis. Ze is een paar keer hier gekomen en ze zegt, ik kan niet met de geluid. Dat is te veel voor haar. Maar ja, je broertjes ook trots denk ik. Jawel. Ze komen elke week, elke weekend, als we thuis spelen, de wedstrijd kijken. En ze zijn heel trots. En mijn kleinste broertje ook op school. Ik ga altijd met mijn shirt naar school. Ja, ik vind dat mooi als ik kan dat gevoel aan mijn familie geven.
Ik denk dat als sportief moet je altijd ambitie hebben. En mijn eerste ambitie is nu om een goede seizoen met Heerenveen te doen, de play-offs te halen. Omdat ik denk dat Heerenveen moet elke seizoen play-offs halen. En daarna persoonlijk, ik hoop dat ik kan nog een stap maken. Ik denk dat ik kwaliteit heb en ik probeer dat elke week te laten zien. Maar soms moet je ook een beetje de geluk hebben. Maar ik doe alles om deze geluk tegen te komen. Dus ik hoop dat het goed komt. Eerst gaan we hier nog even van je genieten. Jawel, jawel. Dat is het belangrijkste.